Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrijwel geen bewolking boven Nederland. Een paar wolkensluiers en misschien dat daar vanmiddag nog wel iets bij komt, maar in het algemeen blijft het vrij zonnig. Als er in de ochtend wat wolken voorkomen, is de kans erop het grootst in het zuiden van het land. En vanochtend hebben we temperaturen van 5 tot 8 graden. Vanmiddag nog steeds veel ruimte voor de zon, iets meer wolkenvelden, maar het blijft gewoon droog. En het wordt 11 tot plaatselijk 15 graden in het zuiden van het land. De oost- tot noordoosten wind maakt het voor het gevoel wel wat kouder, maar van achter glas is het volop lente. Dan naar vanavond, weinig verandering, uiteraard een daling van temperaturen. En in de nacht kan de temperatuur in het noordoosten nog tot dicht bij het vriespunt dalen. Er is kans op vorst aan de grond. Morgen wordt het 12 tot 15 graden, het is in het algemeen vrij zonnig, het blijft droog. En ook dan hebben we een oost- tot noordoosten wind die over het algemeen matig van kracht is, noordelijk kustgebied af en toe vrij krachtig. Zaterdag en zondag weinig verandering. Ik denk dat we zaterdag iets meer zon hebben dan zondag, en dat zaterdag misschien de temperatuur één graadje hoger uitpakt. Ook na het weekende voorlopig weinig verandering, aanhoudend die noordoostenwind met droog en vrij zondag weer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.